Mijn rekker is gesprongen, dus zit ik nu aan de ene kant met half ontploft haar. Net yoga gedaan. Ik moet wel toegeven dat het niet super goed ging. Ik had echt bijna geen energie. Daarom ben ik overgegaan ook tot een beetje meditatie en een klein beetje stretching. Nu is het tijd om me te gaan omkleden, want dit was mijn yoga kleren. En dan ga ik ook ondertussen een plantje water geven. Omgekleed! En nu tijd om te gaan ontbijten. Tijd om naar mijn werk te vertrekken. Vanochtend heb ik trouwens ook al mijn plantjes water gegeven, dus die kunnen nu weer een tijdje verder. Even pauze gepakt van het werk om mijn zus te voeren naar Menen. Was geraakt hier super moeilijk met het openbaar vervoer, dus ik ben taxifobe. Ik doe dit in mijn middagpauze, dus ga ik eerst iets eten ondertussen. Net twee boterhammen gegeten, of twee stuutjes, zoals het bij ons zeggen. Eentje met... Allee, eigenlijk twee met... verse lightkaas van Everyday en een tomaatje. Niet het beste, maar... wel lekker. Nu ga ik kijken om een paar musical.ly's op te nemen of zo. Terwijl ik wacht, ik weet het nog niet. Eerst kijken voor de wifi. Of ik hier wifi heb. Of dat ik dat allemaal kan doen zonder iets uit te besteden. Of niet. Nu is het gewoon wachten tot dat mensen dus terug naar buiten komt. Het is iets voor zes. Ik heb super goed gewerkt vandaag, al zeg ik het zelf. Maar ik ben nu wel echt moe. En ik moet naar huis. Want binnen een uur en een kwartier moet er een vlog online komen. Dus ik ga niet direct eten. Ik ga eerst dat in orde maken. Zo, so, let's go. Het is mijn eigen schuld. Hallo, ik was net op tijd met het online gooien van mijn vlog. Ik heb ook de Divergent serie vandaag uitgekeken. En nu ga ik me klaarmaken om te gaan slapen. Dus tot straks. Alles doen. Hey. Mijn rekker is gesprongen, dus zit ik nu aan de ene kant met half ontploft haar en de andere kant zo'n mooie strakke vlecht. Is dat geen kapsel? Trend zit er.
Ik heb een stukje van het boek gelezen, eigenlijk maar een hoofdstukje. Gewoon omdat ik heel moeilijk vind momenteel om in een boek te raken. Tijdens het lezen werd mijn hoofd ook gevuld met heel wat andere dingen. Dus ik dacht, het is beter om nu even mijn boek te laten rusten. En nog even op social media te zitten en dan een dutje te gaan doen. En dan morgen weer een stukje lezen. Weer een hoofdstuk als ik er weer niet in raak. En dan nog een hoofdstuk en nog een hoofdstuk. Want ik heb wel het gevoel dat het een moeilijk boek zal worden om volledig in het verhaal te raken.